Welkom. Dit is de podcast To Master Your Life nummer 134. Vol levensenergie uit je depressie. Een live gesprek met deelnemers uit de Live Master Week. Mijn naam is Vilma van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, ik zit hier in de Nieuwe Erf. We hebben net een, ja, ik wil zeggen, geweldige dag afgerond in de Live Master Week. En ik zit hier met Bibia en Saskia, die onder andere deelnemers zijn. En zij gaan met jullie ervaringen delen en hopelijk ook daarmee jou inspireren om te helen en een heerlijke ervaring mee te mogen maken, waardoor je nog beter, nog lekkerder in je vel voelt. Welkom. Dankjewel. Super fijn dat jullie dit willen doen. Heel bijzonder. Ja. Nou, mooi. En Bibia, kun jij beginnen met wie je bent en wat je hier kwam doen? Ja, nou, ik ben dus Bibia. Ik ben bijna 40 jaar en ik deed heel lang aan depressie. En ik merkte aan mezelf langzaamaan dat ik begon te twijfelen of dat nou echt was wat er speelde of niet. Maar de angst om te stoppen met medicatie of het anders te doen was veel te groot. En hier komende, ja, heb ik inzicht gekregen en bedacht, ik kan het absoluut zelf. Wauw, en even hoor, want je zegt wel even wat. Ik deed aan depressie. We leren hier ook gedissocieerd te spreken over ziekte, omdat we het niet zien als ziekte, maar een oorzaak wat aan het helen mag. Ja. Hoe lang deed jij aan depressie? Ik ben rond mijn 14e begonnen. En als kind was ik ook al een beetje bipolair, zeg maar, met mijn stemmingen. Had je gillige stemmingen? Ja. Dus je had altijd al wat gilligheid. Ja, en dan ging periodes goed. Maar dan na mijn zwangerschappen bijvoorbeeld werd het weer erger. En periodes in mijn leven dat het toch weer erger werd. Dus het was iets wat bij mij hoorde, zei ik altijd. Ja, dat dacht jij. Dat dacht ik. Zo ben ik nou eenmaal. Zo ben ik. En ik kreeg altijd medicatie. Ik slik echt vanaf mijn 16e al antidepressief. Wow. 23 jaar. Ja, dat is echt heel lang. Dat is heel lang, ja. En toch ben je hier gekomen. Ja. Want wat was het momentum dat je dacht, is dit het wel? En is er ook een andere weg? Wat was daar de motivatie voor? Ja, ik ben via een vriendin, die verwees me naar jouw site. En ik las het en ik dacht, ja, dit is echt wat voor mij. Toen heb ik heel lang over nagedacht. Ik ben alleenstaande moeder, dus financieel. Ja. Maar ik ben heel blij en een goede vriendin heeft me overgehaald. Die zei, je moet dit van jezelf gunnen. En ik ben heel blij, want het is, ja, ik ben het ook echt waard. Ja, het precies. Is gewoon een investering. Kan je, niet, je kan zeggen, ik ga op vakantie voor een bepaald bedrag. Maar daarna heb je niks meer behalve een herinnering. Een leuke ervaring. Maar hier heb ik de rest van mijn leven profijt van. Wauw. Dus het is het absoluut waard. Dat is mooi gezegd. Ja, en toen ben ik me gaan verdiepen. Ben ik je boek gaan lezen, je podcast luisteren. Je binaural beat zet ik vaak op. En toen merkte ik dus al dat er wat gebeurde. En mijn vriendin Renate, die is hier geweest. Nou, dat is natuurlijk wonderbaarlijk. Wat voor transformatie zij heeft ondergaan. Ja, zij is 9 jaar ziek, rolstoel, Lyme en daarna. Ja, ze ging met de rolstoel naar binnen en ze kwam sprintend naar buiten. Dus. En toch, hè, als heel veel mensen dit horen of zien, of dan zeggen ze ja, dat zal wel toeval zijn. Of misschien had ze het dan niet zo erg. Of misschien is het allemaal voor de podcast wel leuk gezegd. Maar jij bent echt getuige dat dat dus ook echt kan. Echt. En ik zie het ook echt om me heen gebeuren hier. Ja. We zitten met zoveel mensen. Ja. En het is niet dat ik de enige ben die zegt van ik voel wat. Nou, iedereen voelt wat. Geweldig, hè? En dat is het bijzondere ervan. Ja. Je ziet iedereen gewoon echt een heel ander persoon worden. Zo mooi. Ja, is heel mooi. Oh, ik vind het zo gaaf. Daar gaan we zo zeker nog even op in. Van wat voel je dan en wat gebeurt er dan? Ja. Maar ook Sas zit hier, Saskia. Hartstikke fijn dat je dit wilt doen. Kun je ook even vertellen wie je bent en wat maakt dat je hier zit? Ja, mijn naam is Saskia. Ik ben 49 jaar en ik deed aan een tweede burn-out en ik kwam in een negatieve spiraal terecht. Mijn levensenergie nam af en dat signaleerde ik wel, maar ik kon er niets aan doen. Het werd alleen maar minder. Ik werd meer moe. Ik kon zelfs niet meer wandelen. Ik kon nog maar, na 1 kilometer moest ik al gaan zitten. Terwijl ik verder heel vitaal was en 8 kilometer, 3 keer 8 kilometer per week hardliep. En ik werd steeds zwaarder in mijn hoofd en ik kwam er gewoon niet meer uit. Wauw. En dat was
totdat je hier kwam, nog steeds aan de hand. Dus je kwam niet meer, je was niet meer lekker aan het hardlopen. Er kwam niks meer uit je. Je had geen energie. Het was leeg. Het was op. Ja. En toen kwam je hier. Hoe voel je je nu? Laten we daarmee. We zijn nu op dag 5. Ja. We hebben dag 5 afgerond. Dus we hebben nog 6 ja. en 7. Hoe voel je na dag 5? Ja, het is onbeschrijfelijk. Maar ik heb vandaag ontdekt dat mijn levensenergie terug is. Wauw. Na een jaar. Na echt een heel jaar. Geen levensenergie. Geen levenskracht. Ik zag het gewoon niet meer. En nu zie je het weer. Ja. Ja, je ogen stralen ook. Kijk, ik heb je binnen zien komen en ik zie hoe je er nu bij zit. Ja. En hoe je beweegt en hoe je danst en hoe je beest. Zo mooi om te zien. Ja. Dat is wel heel bijzonder. En daar kan ik me ook voorstellen dat vragen oproept. Van, maar hoe kan dat dan? En als je al, want wij horen ook vaak hè, dat mensen lopen al jaren in het traject. En we komen niet vooruit. Of het is pappen en nat houden. Toch zien we hier in een week, hè, we hebben het over een week. Dat maakt het soms zo moeilijk voor daarbuiten te begrijpen. Van wat gebeurt er dan in die week, waardoor dat wel gebeurt? Kun je daar iets over zeggen? Wat gebeurt er hier? Wat is het waardoor dat dan wel gaat? Ja, het is een ontzettende liefdevolle ontvangst. En die liefde die voel je de hele dag door bij alle mensen. Zowel bij de deelnemers als bij de crew. Ja. Er is niemand die ook maar ooit een negatief woord zegt of chagrijnig is of zo. Dat bestaat gewoon hier niet. Je zit in een onwijze bubbel. Een bubbel vol positieve energie. Thuis ging ik om 9 uur 's avonds naar bed. En tussen de middag moest ik echt slapen. En als ik niet op tijd mijn eten had, dan had niemand daar binnen plezier van. Ja, en ja. Hier kun je alles. Hier kun je echt alles. Ja. Ik ben tussen de middag geen één keer moe geweest. Nee. Of dat ik dacht van, oh, nu moet ik eigenlijk gaan slapen. En 's avonds ga je ook gewoon door. Ja, want het zijn relatief lange dagen. Ja. En veel mensen denken vooraf, vooral als ze aan burn-out doen of moe of lijf wat niet lekker is of stroef is, van nou, dat kan ik allemaal niet meedoen en dat kan ik allemaal niet volhouden. En toch lukt dat, hè? Toch lukt het. En toch lukt het. Dus ja. Waar je ook vandaan komt, ik zeg het nog even in de camera, waar je ook vandaan komt, hoe je ook voelt, zet die stap. Al kom je in een rolstoel binnen of nog helemaal in een depressie. Ga en weet dat het hier gebeurt. Want dat is het, hè? Je zegt het is een bubbel. Mogen de andere emoties er niet zijn? Of is het gewoon een hoge energie? Het is een hoge energie. Alle emoties mogen er zijn. Exact. En er gebeurt ook van alles. Op dag 1, we waren volgens mij nog geen uur bezig. En de eerste deelnemer had al een intense ervaring. Ja. Ja, ja, dat mag er zijn. Dat mocht er gewoon zijn. En je wordt heel goed opgevangen en begeleid. Ja, ja. En dat dus eigenlijk zeggen we, de mensen die hier werken en dit natuurlijk als leefstijl al geïntegreerd hebben, die hebben natuurlijk heel erg de vaardigheden om die hoge energie ook hoog te houden, omdat ze de lagere energie herkennen, erkennen en herhandelen. Dus die basisenergie is lekker hoog. Als je dan wat lager binnenkomt, dan word je daar natuurlijk meteen door opgetrokken. Hè? Want energieën wisselen elkaar uit. Dat leren we hier ook, hoe dat werkt. Dat werkt. Hoe we ook energieën bij ons kunnen houden als het hoog is. En niet allemaal weggeven aan lage energieën. Dus dat we met energie werken is een feit. Dat we allemaal energie zijn ook. En dat heeft dus een effect op je uiteindelijke energie. Daarnaast denk ik, omdat we gaan opruimen, dus alles wat vast zat, lage energieën die vast zaten, die raken opgeruimd. De hele week zijn we bezig met tussen de regels door, zou je bijna kunnen zeggen, met heling. Ook al heb je dat niet altijd in de gaten, want hè, er is theorie en we doen wat met beweging en we zijn even met oefeningen en toch ruimen we op. En dat in het onbewuste geeft ook ruimte, waardoor die energie ook stijgt. Hè? Doordat het lage weggaat, komt er ruimte en dat geeft energie. Dus dat ervaar je ook echt zo. Ja, het is heel intens. En het is van dag tot dag gebeuren er dingen. En zie je ook dingen in de groep gebeuren met mensen. En ja, de een is het iets sneller en bij de ander heeft iets meer tijd nodig. Maar er gebeurt echt iets. Ja. En het is, je kunt er de vinger niet op leggen.
welke oefening het is geweest, of welk dagdeel het is geweest. Maar ja, die transformatie, ja, we hebben nog anderhalf dag te gaan. Dus volgens mij gaan we nog door het dak. Ja, want als het aan jou ligt, dan ben je er al bij. Zeker. Heerlijk, joh. Dus door nog extra kerstjes op de taart. Ja. De laatste anderhalf dag. Ja. Gaaf. En voor jou, kun jij een beetje beschrijven hoe jij zo'n deze dagen ervaart? Wat voor jou opvallend is of bijzonder? Ja. Nou, sowieso het eten vind ik echt heel lekker. Ja. En ik ben iemand die echt heel graag snoept en suiker eet. En ik weet dat dat natuurlijk niet goed is, veel suikers. Hier krijg je zoveel lekkere variatie in je voeding. Ja. Maar ook allemaal goede stoffen zitten erin. En het lijkt wel alsof alleen dat al wat doet met je. Dat doet ook zeker meteen wat met je. Een detox. Ja, het is een detox. Ja. Het is een lichamelijke, mentale en energetische detox. Ja. Dus ook met voeding. Precies wat je zegt, krijg je precies wat je lichaam nodig heeft om te kunnen helen. Ja. En die recepten krijg je ook mee. Ja, ik ben blij. Ja, ja. Dus dat ga ik thuis met verder. Ja. Ja, de sfeer, het is fantastisch. Ik zei net al tegen jou, ik zou hier wel willen blijven voor altijd. Ja. Dat is zo'n fijn gevoel. Iedereen is lief, niemand oordeelt. Nee. Je hoeft je niet te schamen hier. Ja. Wat je normaal in de buitenwereld zou kunnen doen. Wel hebt bij heel veel dingen. Bang voor een orde of bang dat het gek is wat je doet. Hier, ik voel dat ik echt mag zijn wie ik ben. Nou, en dat is een heel lekker gevoel. Ja, dat is ook de kern. Dat is ik weet ook dat jij dat, volgens mij was het gisteren of eerder, want ik raak ook helemaal de tijd en de dagen kwijt. Omdat er zoveel moois gebeurt op een dag. Dat jij ook op een gegeven moment in een oefening helemaal vrij voelde. En dat je zei, wauw, ik heb voor het eerst in jaren me zo vrij gevoeld. Hè? Ja, ja, ik voelde echt tijdens de oefening dat ik... Ik word er ook emotioneel van, want het is gewoon, dat gevoel is gewoon onbeschrijfelijk. Dat ik ineens in mijn lichaam schoot. Het is een heel apart gevoel, maar ik voelde dat ik erin zakte. Ja. En normaal zag ik mezelf altijd... in de derde persoon het leven leven. En, alsof je er buiten stond. Dat gevoel had ik altijd, dat alles gebeurde. En ik deed wel mee, maar ik was er niet zelf. Jeetje. Ik kan het moeilijk uitleggen als je het zelf niet hebt ervaren. Maar ik zag mijzelf leven, dus ik werd geleefd. En nu ben ik soort in mijn lichaam gezakt, letterlijk. Ja. En ik voelde, ik mag zijn, ik ben er. Dat was ook zo mooi, want toen jij, dat zei je vanmorgen nog, dat het, op een gegeven moment zei je, het is een weten. Ja. Ik weet nu dat ik in mijn lichaam ben, ik weet nu dat het goed is, ik weet nu dat ik het zelf kan en dat ik mijn antidepressiva medicatie kan gaan loslaten. Ja. Ik voel dat zo sterk. Ja. En dat is anders, en dat gaf ik aan het begin van de week ook even aan, dat is anders dan wishful thinking of wensen of hopen. Ja. En dan horen we ook veel van, ja, ik heb dit al gedaan, dat al gedaan. Dan gaat het even beter en daarna val ik toch weer terug. Ja. En dat is omdat we dan op een soort wilskracht willen dat het anders is. En wij zien juist, omdat we dat propje uit dat rietje halen en dat je dus weer helemaal energetisch heel bent, dat je dus inderdaad duurzaam het ook anders doet. Ja. En dat is echt een verschil. Dat verschil van, ik heb het ook wel eens al eerder ervaren, maar het is weer teruggegaan, dus het was wel leuk, maar het viel weer terug. Dat is echt anders dan nu, hè? Dat weten dat het anders is. Je zei het ook zo overtuigd. Ik voelde de dag ervoor, voelde ik dus dat ik in mijn lichaam plopte. Ja. Ik voelde het, maar toen had ik het besef nog niet. Wat het effect was. En ik voelde wat, maar ik had het ook niet door. Maar vanochtend, toen stond ik daar en toen dacht ik, ik ben de baas over mijn lichaam. Ik bepaal wat er gebeurt en precies. Ik kan dat ook echt. Ja. En dat heb ik nog nooit gevoeld. Dat is echt te gek. Ik ben bijna 40. Ja. En ik dacht, 40. Hey, live kind at 40, zeggen ze. Nou, misschien En ik heb nu echt zoiets. Nou, dit is gewoon nieuwe Bibia. Vanaf 40 is het gewoon mijn tijd. Dan ga ik het helemaal anders doen. Ja? Wat ga je allemaal anders doen? Nou, ik ga sowieso de voeding oppakken thuis. Ja. Daar voel ik me heel prettig bij. Mm-hmm. Het sporten. Ik was dan wel van het sporten, maar ook vaak geen zin. Of dan had ik een dag, dan ben ik down. En dan ben je toch geneigd om te zeggen, ik weet dat het goed is om naar buiten te gaan, maar ik blijf toch hangen. Ik voel me niet lekker. Ik ga langer slapen. En nou, vandaag letterlijk doorbroken dat ik down was. En dat ik dacht, ik ga hem ombuigen. De kracht van taal wat ik leer. Nee, ik ben niet meer down. Ik ben up. Ja, dus ik denk, het is mijn lievelingsdag. Het is mijn lievelingsdag. Ik ga mijn energie omdraaien. Sportschoenen aan, lekker in mijn eentje hardlopen.
Daarna wat energieoefeningen, ademhalingsoefeningen. En ik sloot mezelf af en ik dacht, ik ben up. Ik voel me echt anders ik nu. Ben up. Dus je kan het zelf ja, je kan het reguleren. Hè? Ja. Het is herkennen, erkennen en dan er weer anders. Die state, die emotional state wissel, die leer je hier. Want emotie is energie. Dus als er een energie is die een lage frequentie heeft en die neem je waar, dan hoef je daar dus geen aandacht aan te geven. Nee. Dan kun je zeggen, oké, ik neem het waar. Is dit echt waar? Wat wil het mij vertellen? Ik mag er naar handelen. Het is oké, het mag er zijn. Ja. En dan ga ik even lekker sporten of ik ga wat. En dan is het daarna ook weg, hè? Dan is het er doorheen. Ja. Want hoe lang duurt een emotie gemiddeld? 20 tot 90 seconden. Ja, dus, het is echt zo, ja. Dus als je jezelf daar doorheen laat gaan. Ja, dat kan je niet bevatten, maar het is waar. Ja. Het is echt maar heel kort als je hem wel durft te voelen. Als je hem durft te voelen. Ja. Dat vind ik interessant, hè? Want in het begin van deze week merkten wij als crew dat durven voelen ook wel een dingetje was. Ja. Dat er echt nog wel een soort weerstand was op naar binnen gaan. En dat soort quick fix verwachting of ik moet van mezelf nu anders zijn. Hè? Heel erg dat moeten opleggen op jezelf. En ook, maar wat als het nu niet meteen anders voelt? Of wat als ik nu niet iets heb ervaren? Is het dan wel gelukt? Dat was echt in deze groep, hè? Dat verschilt, elke dynamiek is anders. Ja. Hoe verklaar jij dat? Want dat is wel gelukkig anders, hè? Dat is heel mooi ook, dat transformeert. Waar denk jij dat aan ligt? Ja, het is een hele opbouw. Ja. Het is dat ik had dat ook in het begin, dat ik dacht, nou, we krijgen één sessie van Vilna en dan ben ik geheeld. Ja. Maar zo werkt het niet. Je krijgt heel veel oefeningen, je krijgt ook heel veel uitdagingen waar je gigantisch uit je comfortzone wordt gehaald. Waar je moet leren vertrouwen. Vertrouwen op jezelf, vertrouwen op de ander. Ja, en dat is rete spannend. Maar ik vind het mooi dat iedereen het gewoon doet. Ja. Wat je ook, waar je ook aan doet, hè? Dus wat voor onderliggende klachten of problemen die je ook had, patronen die je had. Iedereen gaat ervoor en iedereen toont lef en moed en durft het aan. Ja. Ja. En dat alles bij elkaar maakt dat je in zo'n staat komt dat de kwartjes vallen. Ik bedoel, we horen ze continu rinkelen. Ja, ja, mooi gezegd. Ja, dat is leuk. Ja. En het feit dat mensen zo binnenkomen, hè, dat is eigenlijk ook heel herkenbaar. Hè? Dat in dat denken, we zijn ontzettend verwijderd geraakt van ons binnenste. We zoeken het buiten onszelf te antwoorden. We zoeken houvast, haakjes, los jij het maar voor me op. Los ik het voor jullie op? Nee. Nee, helemaal niet. Ik vind dat je soms best redelijk streng bent ook naar bepaalde deelnemers. Om ze uit de tent te lokken of uit hun comfortzone te lokken. Of om aan te tonen, echt een spiegel voor te houden. Van kijk wat je doet. Ja. Dus nee, het is hier niet. Het gaat heel liefdevol. Maar het is zeer zeker niet helemaal met de zachte hand. En je moet zelf keihard werken. En in overgave gaan. Ja. Om de ervaring te krijgen. Ja. Dat is heel duidelijk. Ik leg altijd de verantwoordelijkheid terug waar die hoort. Ja. Zelf ben ik juist niet voor het systeem waarin gepamperd wordt, waarin de ander het voor jou moet oplossen, of met een pil of met een praatsessie hoopt de transformatie te bereiken. Ik vind dat in stand houden van een systeem. Dus hier hou ik dat. Ja, dat zou je ook bedoelen met confronterend of spiegelend of soms. Ja, het lijkt dan hard, het is liefdevol en tegelijkertijd, bam, dit is geef ik je terug. Waardoor de ander eigenlijk geen ruimte krijgt om terug te vallen in de slachtofferschap. Hè? Want dat is het. Als je, op het moment dat jij beheerst wordt door pijn, mentaal of fysiek, dan ben je slachtoffer van dat stuk. En daar word je hierin uitgedaagd, hè? Is dat, je zegt liefdevol. Mogen mensen ervan uitgaan dat dat veilig is? Zeker. Ja. Het is hartstikke veilig en je mag ook echt nee zeggen. Je mag ook echt je grenzen aangeven. Ja. Die worden ook zeker gerespecteerd. Ja. Maar er wordt ook wel gekeken of je net dat stapje extra durft te zetten. Een liefdevol duwtje noemen wij het. Juist waar jouw grens ligt, is groei, zeggen wij dan. Dus we zullen er alles aan doen om jou door die
bedachte grens heen te duwen, zodat je ervaart dat je het wel kan, dat het er wel is, dat je sterker bent dan de pijn enzovoort. Ja, maar omdat jij het zo persoonlijk maakt, omdat het vanuit jouw eigen ervaring komt, vanuit jouw eigen verhaal ook, wat je hebt meegemaakt, ja, wat je met Maurice hebt meegemaakt, ja, lijkt het alsof wij dat allemaal zouden moeten kunnen. En dus kunnen we het. Exact. Ja. Dat is juist heel fijn eigenlijk. Ja. Omdat ik niet bijzonder ben of een speciaal uniek mens. Iedereen is bijzonder en uniek. En kan dit. We hebben allemaal die capaciteiten in huis. En dat, ja, is waar jullie op terugkomen. Jullie komen terug op het zelfhelend vermogen. Jullie komen terug naar binnen. Jullie komen in contact met alles wat er van binnen aan de hand is. Ja. En dat mag je weer opruimen, helen. Is dat opruimen, hè? Is dat nou een fijn proces? Want ik hoor ook mensen die zeggen, ja, daar ga ik niet aan beginnen hoor. Want jeetje, wat ga ik allemaal, ja, tegenkomen? Ja, maar als je er zo in gaat, dan gaat het natuurlijk ook niet lukken. Nee. Maar ik ging er echt, ja, ik had er echt volle vertrouwen in dat het zou gaan werken. En ik was er ook echt klaar voor. Waar ik heel mijn leven eigenlijk emoties wegstopte, had ik nu zoiets van, ik ga ze gewoon aan, ik ga ze voelen. Ja. Dat is goed voor mij. Ja. Alleen dan kan je tot de kern komen. Ja. Want anders dan en blijf is dat, je. Is dat voelen, want er zijn ook mensen die misschien nu zouden kunnen denken thuis, ja, maar ik ben er nog niet klaar voor. Maar dat is niet echt, want dat, je bent eigenlijk altijd klaar. Ja, het kan elk moment gebeuren. Ja, het is, ja, eigenlijk een excuus voor jezelf om het maar weer uit te stellen. Of maar weer, ja, nog niet in die beweging te komen, omdat het nog spannend lijkt. Want, ja, wat gaan we daar dan doen? En wat moet ik dan allemaal voelen? En wat gaat er dan allemaal gebeuren? Ja. En spannend, het is ook spannend. Ik vond het ook doodeng om te gaan uiteindelijk. Al was ik er helemaal klaar voor. Ja, precies. Maar ik vond het ook spannend. Ja. Maar ik had, als ik deed, doe wat ik deed, dan, ja, krijg ik wat ik kreeg. Dus ik dacht, ik moet gewoon even helemaal de andere kant op gaan. Ja, dus je had echt een gevoel van dit is het en hier wil ik naartoe en dit, ja, gaat het zijn. En spannend was het, maar spannend kan ook goed zijn. Ja, juist. Ik, ja, denk dat dat juist een gezonde spanning is. Ja, dat was het ook. Want dan, ja, ga je er ook onbevangen in. Dat is ook waarom wij van tevoren heel weinig vertellen wat we gaan doen. Omdat juist dan jij niet gekaderd, niet bevooroordeeld, niet... Ja, dat is fijn. Hè? Je ondergaat het echt. Dat is helemaal niet fijn. Nee, ja, ik ben echt van de planning en ik ben echt van minuut tot minuut. Dus ik ben mezelf hier in het begin echt wel tegen. Maar dat is juist goed eigenlijk. Van ja, hey, hallo, ja, sta ik hier in mijn hardloopkleding of in mijn... En nou moet ik yoga gaan doen. Daar had ik andere kleding voor bij. En waarom zeggen ze dat dan niet van tevoren? Heerlijk. Ja. Heerlijk. Ja. En ook met het eten. De tijden. Ja. Nou, als je dat van tevoren had gezegd, was ik niet eens gekomen. Oh. Maar ik heb geen moment honger gevoeld. Geen moment. Nee. Kan je dat verklaren? Want even voor de tijden, mensen. Hoezo tijden? Wij gaan heel erg in de flow. En de flow is hoe het zich aandient en wat er nodig is. En op een gegeven moment gaan we een keer eten. Ja. We volgen eigenlijk het ritme van het leven. Omdat, ja, dat een belangrijk gegeven is wat je daarbuiten ook mag gaan gebruiken. Ja. En we zeggen ook al die waarheden die ons worden verteld over dit mag je wel en dit mag je niet. En zo hoort het. En hier kan je lichaam wel goed tegen en hier niet. Dan zeg je elke keer tegen je lichaam, je kan dus iets niet. Terwijl als je gewoon gaat leren leven met je lichaam en luistert naar de behoeften. Dus je gaat jezelf voelen in plaats van vullen. Je gaat voelen wanneer je wat nodig hebt. Ja, dan kun je met het ritme mee van het leven. Net als in de oertijd, je ging op jacht en je wist niet wanneer je eten had. Hè? Dus het, ja, de flow van het leven. En we komen binnen in kaders van, ja, ik om 9 uur ontbijt, om 1 uur lunch en om 5 uur of 6 uur avond eten. Ja, ja, dat gaat hier anders. Hm. En daar had jij dus wel echt, dat was voor jou uit je comfortzone, begrijp ik. Zeker. Ja? Ja. En toch zeg je achteraf dat je jezelf daarin bent tegengekomen. Is dat iets positiefs? Of ben je daar blij mee? Dat ja, ik ben er blij mee. Ja. Ik ben er blij mee. Want het kan dus ook anders. En ik hoef niet zo vast te houden aan mijn eigen bedachte veilige patronen die schijnveiligheid zijn. Ja, ja, het kan dus anders. En ja, ik vind het wel echt bizar dat dat vanaf dag 1 allemaal anders kan. Dus vanaf dag 1 ben ik niet moe. Hoef ik niet te slapen tussen de middag. Hoef ik niet om 9 uur knock-out dat ik naar bed ga. Kan ik het met eten volhouden? De eerste dag hebben we die koepeltest gedaan. Nou, volgens mij was ik het tweede van mijn groepje. Dat ik denk, hoe dan? Ja. Ja. Ja? Ja. Ja, bizar. Dat vind ik gewoon bizar. Ja. En ja, dus het is allemaal positief. Maar je wordt gewoon even lekker onderuit gehaald. Ja, je mag jezelf ontmoeten. Ja, waardoor je
nieuwe patronen kunt gaan maken. Dat is het. Ja. Het oude afbreken en nieuwe. Ja. En dat begint op het moment dat je hier binnenkomt. Hè. We gaan meteen met je aan de slag op die manier. Dat is heel mooi dat je dat zo omschrijft. En Coopertest, ook daarin. Hè, we maken een nulmeting in het begin. Dat is belangrijk. Dus je kan zien, wat kan ik fysiek nu al aan? Gaat het daar om prestatie? Nee, het gaat erom, ga maar even voelen wat jouw lichaam nu op dit moment kan. Ja. En aan het eind van de week gaan we weer kijken. En dan zul je zien wat het nu alweer kan. Ja. Dus daar is die voor. Dus ook als je dit hoort, ja, Coopertest kan ik allemaal niet. Doet er niet toe, we gaan checken. Nee, er waren heel veel die gewoon wandelden. Wandelden, dus of maakt niet uit. Wat je kan, dat doe je. En daar zullen we ook in alle bewegingen die we hier aanbieden, houden we rekening steeds mee. Wat kan je? En we gaan kijken wat je al een beetje meer kan. Hè? Steeds dat stukje meer om je die ervaring te geven. Ja. Wat zijn nou echte highlights? Dat je zegt, nou, dat wil ik echt even, dat was zo bijzonder. Heb jij iets waarvan je zegt, nou, dat is zoiets moois geweest of zoiets bijzonders, dat had ik nooit durven dromen, of dat was echt iets spectaculairs? Het is zoveel. Het is ook, ja, kijk maar eens terug wat we allemaal hebben gedaan. Ja. Maar elke dag, en de eerste dag zei jij van, ja, het is een lievelingsdag. Ik denk, Amerikaans, jee. Maar ik voel het nu ook echt. Het is ook echt, elke dag is een lievelingsdag. En als je er zo naar kijkt, ja, dan kan elke dag gewoon een feest voor je zijn. Grappig, hè? Hoe we zo in die oordelen en in die Amerikaans, of puur bescherming eigenlijk. Hè? Stel je voor dat ik het iedere dag een liefdesdag doe, dat op positieve gedoe. En dat ik voel het helemaal niet. Ja. Terwijl nu zeg je, ja, het is ook zo. Het is ook zo. Het is echt nu, omdat jij nu in een ander bewustzijn zit, waar het wel hoog in de ladder is en lekker. Ja. Je hebt jezelf zo bevrijd van die ballast. Ja, zeker. Oh, wauw. Dus eigenlijk is het één groot hoogtepunt. Maar van dag tot dag kun je je niet voorstellen wat er gaat gebeuren. En elke dag is het één groot, een aaneenschakeling van feestmomenten. Ja, ja. Maar ook tussendoor, hè, de energie die er is. Je krijgt een medaille als je iets goeds hebt gedaan. Maar dan mag je ook een hele groep langs om dat met elkaar te vieren. En je wordt zo opgezweept in de muziek. Er is veel muziek, hè, hier. Veel muziek. Ja, dat horen we ook veel terug. De mensen dat zo fijn vinden. Dat die muziek ook zoveel doet. Ja. Ja. En dansen. Ja, en beweging. En alles is energie natuurlijk. Hè. En vooral het delen inderdaad. Of het nou een medaille symbolisch is. Of een mooi moment. Of een ervaring. Het is delen. Delen is zo lekker voor een hoge energie. Dankbaar zijn en delen. Ja, en iedereen gunt het elkaar. Ja. Ja, dat trots, is fijn, hè? Is trots op niet elkaar. Niet blij voor elkaar dat er weer iets moois mag gebeuren of iets is gebeurd. Of... Maar je doet het ook samen. Ja, ik had vandaag ook een momentje met degene waarmee ik op de kamer lig. Zij had nog niet een ervaring waarvan zij zei, ik denk dat ik geheeld ben. Mm. En toen heb ik haar een situatie gegeven. En toen zei ze, oh ja, dit is het. Ik zeg, ja, maar nou moet je het wel gaan doen. Dit is je kans. Ja. Eigenlijk moet je het zien als een cadeautje. Ja. En als je dit nu niet doet, is die kans verspeeld. Ja. Nou, zij heeft het gedaan. Zij is het gaan doen. En ze kwam terug met een hardere hartslag. En het ging over haar hart, want haar hart sloeg continu over. Oh, wauw. En zij is het gaan doen. En ze kwam terug en haar hart sloeg over. En ze zegt, ik ben er nu vanaf. Zo. Ja. Wauw. Gaaf, hè? Ja, want dat is ook dat zo. Doe je samen. Dat is zo, ja, omdat je gelijkgestemd wordt, hè? En je weet inmiddels de technieken. Dus je kunt elkaar ook helpen, inspireren, begeleiden, faciliteren. Dat is toch te gek? Ja. Je kan dit thuis met je dierbaren. Ja. Het zijn zulke makkelijke technieken, toch? Ja, het is eigenlijk heel simpel. Als wij het kunnen. Ja, het is heel simpel en eeuwenoud. En dat hebben we gewoon heel erg mooi bij elkaar gezet. Ja. En dat werkt. Ja. Ja. En voor jou een hoogtepunt? Ja, ik kan er niet één kiezen, denk ik al. Hoewel, vandaag wat ik heb gedaan, er zijn zelfs misschien wel twee hoogtepunten geweest. Ja, hè? Maar ik heb de hele week wel hoogtepunten bereikt. Ja. Ik heb angsten overwonnen. Ik heb dingen gedaan waarvan ik dacht dat ik ze niet kon. Ik heb dingen gedaan waarmee ik moest vertrouwen op mijn lichaam. En daardoor gemerkt van, ja, oké, maar ik heb de controle. Ja. Ik ben de baas, ik kan dit aan. Ja, ik heb heel veel hoogtepunten gehad. Dus eigenlijk is het gewoon één mooi groot, hè? Dat hoor ik een beetje bizar. Wat we vanavond ook gedaan hebben.
Dat was echt, ik denk dat het meest bizar is wat ik ooit heb meegemaakt in mijn leven. Ja, te gek, hè? Ja. Dat vind ik dat toch wel leuk om te noemen. De mensen die dit horen of zien, die weten dat niet. Maar we zijn, het is nu 22:50 s'avonds. Ja. En we hadden nog zin in een podcastopname. Ja, zo van, nou, we zitten nog vol energie. Ja. En dat is zo lekker, hè? Ja. Zo gaaf. Ja, dat is heerlijk. Heerlijk. Nou, als laatste dan, hè? Stel, even over dat slapen. Ja. We hebben een kamer delen. Dat doen we bewust. We hebben ooit begonnen wel met kamers alleen. Maar juist zagen we dat voor het proces het zo waardevol was om een kamer te delen. En we krijgen heel vaak de vraag, dat wil ik niet. Ik ben moe of ik heb veel pijn en dan wil ik 's nachts alleen. Ik wil geen prikkels. Kunnen jullie kort uitleggen wat dat is? Dat het toch juist belangrijk is dat we die kamer delen? Ja. Nou, sowieso, ik was ook van tevoren een beetje nerveus van, ja, bij wie kom ik in de kamer? Ja. En straks vind ik het niet fijn en voelt het niet goed. Maar ik had ergens zoiets van, ik vertrouw boven dat het zo loopt en dat je de juiste partner naast je krijgt. En nou, mijn slaapkamerpartner, mijn roomie was Maaike. En ze kwam aanlopen en ik voelde het, we gaven elkaar een knuffel. Ja, ik ben blij dat jij mijn partner bent hier. Ja. Ik zei, wat fijn. Ja. Ik voelde het al, het is goed. Dus je moet er ook op vertrouwen dat van bovenaf het wordt aangestuurd. Dat je degene bij je krijgt die je moet krijgen. Waar iets moois mee. Ja, ja. Absoluut. Ja. En we hebben gelijk eigenlijk die klik gevoeld. Maar het is ook zo prettig als je dan verdriet hebt. Ja. Dat je elkaar beet kan pakken. Ja. Je ligt 's avonds in bed. Je ligt na te praten over de dag. Wat heb jij meegemaakt? Wat heb jij gedaan? Ze maakt mij 's ochtends wakker, want haar wekker gaat af. Zij maakt mij wakker. We staan op en we zijn blij met elkaar. Knuffel. We gaan er weer een mooie dag van maken. Het is heel prettig om dat te kunnen delen. Ja. Want als je alleen bent, dan ga je denk ik weer meer piekeren. Ja, zeker. En dan ga je weer andere gedachten misschien hebben. Misschien focus hebben op dingen die minder goed gingen. En nu kan je echt delen en wat goed gaat. Nu kan iemand zeggen, maar heb je ook gedacht, dat is ook gebeurd. Ja. Oh ja, dat is waar. En weet je nog wat we hebben geleerd? Let daar even op. Ja. Wat jij hebt net verteld met je roomie. Dat, die zegt even, ja, ik merk toch, oh, hup, even elkaar inspireren. En ik ben heel erg met je eens dat je degene bij je krijgt. Mm. Die dus ook bij jou past en die dat in dat proces gaat helpen eigenlijk. Ja, hè? Daar mag je op vertrouwen. Daar mag je echt op vertrouwen. Ja. Wij zien dat ook elke keer weer. Dus vandaar dat we nu ook zeggen, we doen alleen nog maar kamerdelen. Er is genoeg ruimte op de kamer. Eerlijk gezegd, slaap je er alleen maar. Dus je gaat met elkaar naar bed en je gaat met elkaar opstaan en that's it. Want de rest van de dag houden wij je wel bezig hier. Dat is zeker waar. Ja. Maar het is wel echt prettig dat je iemand hebt om op terug te vallen. Ja. Wij zoeken elkaar ook steeds op. Ja. Even praten, gaat het goed? Ja, ja. Ja, oké, fijn. Weer wat moois meegemaakt, wat leuks gedeeld. Ja, ik vind het gaaf. Heel prettig. Gaaf. Ja. Als jullie nu zouden mogen meegeven aan de luisteraar of de kijker, van joh, doe zo'n week, hè? Of gun het jezelf. Wat zou dan voor jullie de motivatie zijn om een ander daarvan niet te overtuigen, maar wat zou je dan willen zeggen? Ja, wil jij weer... Of wil jij geheeld worden? Of wil jij echt weer bepaalde energie voelen? Of van bepaalde pijn af? Dan is dit een moment. Ja. Dan moet je hier naartoe. Pak het gewoon. Ja, pak die kans. Ja, en als je twijfelt, toch doen. want dit moet je jezelf gunnen. Ja. Dus als je dit hoort of ziet en je voelt, dit zou voor mij iets kunnen zijn. Want als zo is bij jullie ook begonnen, jij wist het op een gegeven moment, bij jou ook. Neem die stap dan. Dat is eigenlijk wat je zegt. En manifesteer het, want dan komt het ook naar je toe. Hè? Want ook jij als alleenstaande moeder hebt dat voor elkaar gekregen. Dat wilde ik ook echt benadrukken. Ja. Ik had heel erg die twijfel. Ja. En ik heb er heel lang over nagedacht en mijn vriendin heeft me echt overtuigd. Maar je verdient het, gun het jezelf. En als ik wist wat ik hier zou halen, dan had ik geen seconde getwijfeld. Ja. En dan, ik had er een lening voor afgesloten. Ik gun het echt mezelf. Het is zo'n verandering. Ja. Dat is het gewoon echt waard. Ja. Gaaf. Ja. Ja, dit is wel... Het is andersom denken, hè? Omdat je niet weet wat je ervoor krijgt. Want tevoren denk je misschien, wat een hoop geld. En hoe moet ik dat doen? Terwijl eenmaal geweest... Ja, als ik je nu zou vragen, is dit het geld waard? Dan zeg ik, absoluut. Ja, echt. Drie dubbelen dwars. Ik moet er echt over nadenken voor ik zoiets doe. Ja. Maar het is het echt waard. Ja. Ja. Dus jij zegt ook, gun het jezelf. Absoluut. Gun het jezelf. Vooral als je echt wilt gaan leven. Als je dat niet gewend bent, zoals ik, dat je altijd geleefd wordt. Het is zo'n ander gevoel als je ineens in je lichaam zit. Ja. Ja, dat moet iedereen voelen. Ja, dat moet iedereen meemaken. Ik kan niet uitleggen, maar je weet het als je het weet. Ja.
En bij twijfel, geef het een kans. Geef jezelf ook een kans. Als je jarenlang medicijnen slikt en daar moeilijk van af kunt komen, of bepaalde patroon of bepaalde pijn, geef het een kans. Exact. En misschien klinkt het zo van, ja, wat denk je zelf? Ik ben al bij die dokter geweest, bij die arts. Ik heb dit al geslikt. Ik heb alles al in mijn leven geprobeerd. Dacht ik ook. Ja, dit is echt. Dit is een ander level, hè? Ja. En misschien wat ik heel veel mensen hoor zeggen hier is ook. Ja, maar daar geloof ik echt niet in dat bij mij gaat werken. Ja. Dat dacht ook iedereen. Ja. En ik had er vertrouwen in, want ik volgde ze al wat langer. Maar ergens denk ik ook, hier van binnen zit die ego die zegt, ja, maar zou ik bij jou echt wel werken? Ja. Maar als jij gewoon vol overgave en dat met vertrouwen ook, erin gaat. Ja, maar ook zelfs zonder overgave en vertrouwen. Want er zaten er echt veel deze week die er niet zo in zaten. En, nou, die zijn echt op het hoogste punt getild. Toch? Hè? Letterlijk. Juist. En wel leuk om te vertellen. We hebben vorige week, want we hebben ook artsen en verplegers in de zaal. En ik kreeg dus vandaag nog een appje van een van de artsen die de vorige keer in zat. En die heeft gezegd, het is voor het eerst dat ik in mijn praktijk nu mensen naar jou toe heb gestuurd. Die heeft het zelf ondergaan. Wow. En het voelt zo goed, omdat ik nu weet dat ze na jarenlange begeleiding eindelijk. Oh, wauw. Ja, mooi, hè? Mooi compliment, dus dat was zo'n mooi compliment. En moet je van je medicatie af? We gaan steeds voelen. Heeft je lichaam het nog nodig? Moet het in één keer voelen? Gaan we het afbouwen? Prima. Wil je het nu meteen afbouwen? Gaan we kijken wat kan. Als je het nog in overleg wil met artsen, prima. Alles op het moment hoe jouw lichaam het aangeeft, hoe jij het wil. Hè? Dus we zijn hier niet tegen de medische wereld. Nee. We laten zien wat er anders, wat je in huis hebt, wat er anders kan. Dat je invloed hebt op de prognose. Ja. En dat je daar zelf heel veel mee moois mee mag. En alles wat we daaraan bij kunnen dragen, zodat jij los kan zijn van die vaste patronen, zoals medicatie of antidepressiva, wat nou, dat mag je dan gaan loslaten in jouw tempo, op jouw manier. Hè? Mensen vinden dat dan heel spannend en denken van, moet ik dan in één keer stoppen? Ik vond het heel spannend. Ja, en nu? Van de week, ik begon daaraan, maar ik vond het doodeng. En nu heb ik echt heel erg zoiets van, oh, maar ik heb dat echt niet meer nodig. Nee. Ik weet dat ik het kan. Ja, en dat kan je ook. Ja, ik kan het gewoon. Ik vind dat niet meer spannend nu. Nee, hè? Omdat het zo weten is en zo ik vertrouwen. Weet, ja, hoe mooi is dit? Daarmee. Ja. Ik wil jullie, als jullie nog iets willen zeggen, mag het. En anders wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie inspiratie. Hebben jullie alles gezegd wat je wilde zeggen? Ja, nou ja, ik gun iedereen dit gevoel. Ja, zo is het. Ja, ik ben weer helemaal blij. Ja, mooier kan het niet. Fantastisch. En ik ben daardoor ontzettend blij en dankbaar dat, dat ik daarin een mooie rol heb mogen spelen om daarin te faciliteren. Want nogmaals, ik doe het niet. Jullie hebben het echt zelf gedaan. Alle complimenten zijn voor jullie. En ik voel me rijk dat ik dit mag delen, omdat ik toevallig, of niet, die kennis heb. Ja. Dus dank jullie wel. Dank jullie wel voor deze bijdrage. Ja. Geniet nog van een heerlijke lievelingsnacht straks. Gaan we doen. En lieve dames en mensen, bedankt weer voor het luisteren en of kijken. En mocht je geïnspireerd zijn, kom dan gewoon een keertje langs en ga het zelf ervaren. Want je weet het, je kunt meer dan je denkt.